deze allereerste saxofoonwinkelvlog. In dit filmpje ga ik jullie laten zien hoe de winkel in elkaar steekt, wie er eigenlijk allemaal werken. Ja, we zijn inmiddels aangekomen op de derde verdieping. Ik ga jullie laten zien wat hier allemaal staat. Kijk, heb je een mooi zicht over de kerk. Hier zit de grote baas. We zijn dus nu op de eerste verdieping en dit is eigenlijk jouw thuishonk, hè? Jij zit net een verdieping boven de rest eigenlijk. Ja. Ik weet niet wat je daar precies mee wilt zeggen, maar dan moet je straks de jongens beneden maar vragen. Hey, hoe lang heb jij deze zaak eigenlijk al? Wij zitten hier dus zo'n 30 jaar. Dus dan ben je vrij jong begonnen, hè? Rond je 18e of zo. Dankjewel voor het compliment. Hoe ben je eigenlijk tot het idee gekomen om een saxofoonwinkel te beginnen? Dat hebben we samen met Hans-Jan gedaan. En die werkte al in de zaak vroeger. En wij zijn met z'n tweeën, of de vorige eigenaar wilde eigenlijk stoppen. Dus wij hebben het overgenomen. En dat is ongeveer 30 jaar geleden. Je hebt eigenlijk een wereldberoemde drummer, toch? Eigenlijk wel. En als ik je moet vragen, wat vind je nou het leukste aan je werk hier? Eigen bedrijf hebben. Vrij zijn. Dat is eigenlijk wel het leukst. En het minst leuke dan? Nou, dit interview. Oh, dit is ook fantastisch, hè? Nieuwe Yamaha Digital Saxophone. De YDS-150. Nu te bestellen op onze site, hè? Dit is april op voorraad. Kunnen ze al pre-orderen? Ja, dat kunnen ze sowieso. Tja. Het belangrijkste natuurlijk, het koffiezetapparaat. Hier hangt echt het snoepgoed eigenlijk. Ik weet nog, toen ik als kind binnenkwam, dan was dit altijd de eerste indruk die ik kreeg. En dat je eigenlijk van alles iets mee naar huis wil nemen. Ik doe de reparatie. Jij doet de reparatie? Ja. Hoe lang doe je dat al dan? 30 jaar. En ongeveer, hoor. Waarom? Wat leuk is. Ja, vind je het nog steeds leuk na 30 jaar? Ja, ik vind het nog steeds leuk. En kan je het al een beetje? Een beetje. Hey, wat vind je nou zo leuk aan je werk eigenlijk? Ja, het repareren. Elke sax is anders. Het blijft een uitdaging om hem goed te krijgen. Alleen maar Yamaha's moest doen, dat was niet interessant. Maar elke keer een andere sax, en vooral de oude Amerikanen, goed krijgen, dat is een kunst op zich. Wat is dan het meest voorname verschil tussen zo'n nieuwe sax en een oude sax? Een nieuwe sax is over het algemeen een beetje standaard werk. Terwijl een oude sax kom je veel meer mankementen tegen. Asjes die niet lopen, veren die het niet doen. Maar dat klinkt nou voor de mensen thuis alsof je beter voor een moderne sax kan gaan dan voor een Amerikaan. Technisch gezien, ja. Technisch gezien wel. En waarom zou je dan toch voor een Amerikaan kiezen? Omdat ze meer karakter hebben. Als je nou iets moest bedenken wat je echt niet tof vindt aan je werk. Dit is vervuilend werk. Poetsdoeken. Dan zal dit wel de minst favoriete muur van de AJ zijn. Je zit er wel, je zit er wel verdacht dichtbij eigenlijk. Ja, dat is waar. Ja, dat zou hij wel wat meer kunnen doen. Nog poetsen? Poetsen. Nou, dat schijnt er vaak.
toets is niet geen hobby. Is het niet vrij uitzonderlijk dat zo'n divers stel zo'n zaak 30 jaar lang draaiende kan houden? Daar zijn ook de nodige kwaliteiten voor nodig, juist. Heb je tips voor starters die zoiets zouden willen? Nou, niet doen. Niet? Begin met iets. Gewoon lekker voor jezelf beginnen. En heb je nog iets wat je wil zeggen voor de mensen thuis? Heb ik nog iets wat ik... Ja, doe jezelf niet tekort. Wees lief voor je saxofoon. En voor jezelf daarmee ook. Wat ga je eigenlijk doen? Sax repareren. Wow! Noem je dat repareren? Bedankt voor het kijken naar deze eerste Saxshop saxofoonwinkel vlog. We hebben de winkel bekeken, we hebben de mensen ontmoet die hier werken. Laat een like achter en als je een idee hebt waar we een vlog over kunnen doen, laat het weten in de comments. Tot de volgende!